Oh, zometeen zie ik hem niet meer, denk ik. Oh nee, val mee. Hoe vaak ik ook vogels kijk, er blijven altijd primeurs te beleven. En zo'n primeur beleefde ik vanochtend in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Daar zat opeens een bokje voor mijn neus. Ja, ik werd gelukkig geholpen door medevogelaars, want ik had dat randje wel bekeken, maar ik had hem niet gezien. En even later hadden zij hem wel in beeld. En dat gaven ze allemaal door. Nou, nogmaals, dank voor de tip, want dit is echt fantastisch. Ja, een bokje is familie van de watersnip en van de houtsnip, maar is een stuk kleiner en heeft een kortere snavel en heeft vier duidelijke gouden lijnen over zijn rug lopen. Ja, je ziet het. Ja, het is echt wat een ander modelletje dan de watersnip die je hier in beeld hebt. Het bokje trekt door, dus is op weg naar zijn broedgebied. Maar ja, er wordt al wekenlang een bokje gezien daar in die Driemanspolder. Of dat telkens dezelfde is, dat weet ik niet. Maar ik ben hier natuurlijk wel heel blij mee. Een bokje dat ik nog nooit eerder zag. Een primeur. Altijd mooi om zo'n vogel in beeld te krijgen. Mooi dag. Yeah.